Jarno Liber, het was een goede match. Hè. Een van de betere wedstrijden van het seizoen, deze wedstrijd tegen Zulte Waregem. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we met die rode kaart duidelijk beter in de wedstrijd komen met die 10 man. En dat we de ruimtes goed hebben gevonden. Zelfs ook net voordat we die rode kaart meekregen. Maar ja, dan hebben we een beetje pech met de afwerking. Laten we het ook zelf wel liggen. Een paar keer grote kansen dat we toch laten liggen. En dan krijgt hij zo een wereldgoal binnen. Dat is heel jammer natuurlijk. Want er zit echt wel veel meer in vandaag. Allee, als je, ik weet niet juist hoe lang, 60, 70 minuten met een man meer kunt spelen, dan moeten we daar misschien toch wel iets meer uit halen. Je zei het al, een wereldgoal, de tweede van Zulte Waregem. Maar eigenlijk was jij in het begin van de wedstrijd op weg naar een wereldgoal, hè? Ja, het was een goede actie. De verdedigers gingen allemaal lopen, dus ja, ik moest er wel doorlopen. Maar dan, pech op het einde. Ik twijfelde net iets te lang om te trappen en dan lag er iemand voor. En ik dacht dat de bal tegen zijn elleboog ging, maar blijkbaar dan toch niet, want de ref beoordeelde het anders. Dat is jammer, maar ja, ik denk dat het niet de enige kans is dat we hebben laten liggen. Later in de wedstrijd zagen we jou nog eens met een actie een goed schot op doel. Hè? Ja, soms komt die bal daar en dan moet je niet twijfelen. En ja, ik denk dat de bal sowieso wel naast was gegaan, maar Bosuit pakt hem goed en ja, jammer. Wat mij ook opviel vanavond, de supporters, dat was hier echt leuk. Hè? Dat was een leuke wedstrijd en veel aanmoedigingen van jullie supporters. Ja, zeker. De supporters brengen altijd wel iets meer. En dan merk je ook dat je makkelijker in die aanvalsgolven komt. En dan merk je dat iedereen er gewoon achter komt. En dat is altijd wel tof. Zeker ook nu voor die laatste wedstrijd, dat iedereen nog eens extra achter kroop. Dat hij wel deugt. Dat belooft voor volgend seizoen, hè? Ja, tuurlijk. Hopelijk kunnen we volgend seizoen net iets meer bereiken dan dit seizoen. Zeker een periode titel pakken en dan zien we wel waar dat we eindigen.